backstage, ik zit bij de enige echte Sam uit de vijfde boom, of Thomas? Ja, ja, ja. Ja, Sam is prima. Sam uit de vijfde boom, ja, de reeks, die loopt op Kidnet, maar ook te beleven is in Bokrijk. Sam, vertel eens, wat is de vijfde boom voor de mensen die het nog niet gezien hebben? Dat kan het. De vijfde boom, voor de mensen die het nog niet gezien hebben, je kunt dat een beetje onderverdelen in leeftijden. Het is te zeggen, de vijfde boom voor mensen vanaf 40 jaar is eigenlijk back to Johan en de Alderman. Oké. Dus back to basics, back to een trage vertelling aan een rustige montage, een spannend verhaal. En voor de kids die het nog niet gezien hebben, Anubis, maar dan 10.000 keer beter. Ja, voilà, dat is Sam, dat is de rol dat jij speelt. Ja, ja, ja. Is Sam de goeie? Ja, dat zijn ze allemaal goed. Maar het is te zeggen, dus, je hebt de vijf personages, de vijf hoofdpersonages. Ja. Dus je hebt Arne, dat is een goeie. Je hebt Kato, dat is een goeie. Dan heb je Babs, dat is ook een goeie. Arne, duur beter, is ook een goeie. Dan heb je Sam, die begint eigenlijk bij de slechterik. Ah ja, ja, ja. Ja, en die gaat dan over naar de goeie, en dan weer naar de slechte, en dan weer naar de goeie. Ja, 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 ja. Dus die is een beetje twijfelaar. Ja. Hoe leuk was het om de rol te spelen? Ja, heel, heel leuk. Heel leuk, jawel. Ja, het is een personage dat ik nog niet eerder heb mogen spelen. Het leuke daaraan is dat het gewoon heel divers is. Omdat het van kwaad naar goed gaat, is het heel de tijd afwisselend. Dus dat is wel heel fijn. Het is anders dan voetbal. Ja, 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 klopt. Helemaal anders. Helemaal anders. Zeg, en de vijfde box, Sam ook een rol in de boek? Dat is Sam toch wel in de die waren heel plezant, ja? Maar heel koud. Heel, heel koud. We hebben dat in de winter opgenomen. Ik moet zeggen, als je dan in een marcelletje zoals dit in het koude water moet kruipen, dan schijnt het toch wel even in je broek. Maar Bokrijk is een prachtige locatie. Absoluut. Ja, dat kan ik niet tegengaan. Als acteur dan is Bokrijk wel een leuke locatie. In dat opzicht, je bent gewend om altijd in studio te spelen. Dus, wat de sfeer betreft, moet je dat er altijd bij denken. Dat heb ik heel hard geweten dat die de hart is gebroken. En in Bokrijk niet. Ze stapt rond, je gaat naar de set en je zit in de lok. Allee, de sfeer is direct, je moet dat niet meer spelen. Wie is dat? Dus eigenlijk Bokrijk is ook een beetje jong, hip, hè, naast de mooie gebouwen. Zo en jullie komen daar binnenkort ook naartoe, want Sfeer is in juli en augustus. Elke zondag is het prijs met een acteur of mensen uit de cast. Ja, absoluut. Ja, elke zondag zijn er twee acteurs. Twee acteurs, dames en heren. Elke zondag. Sam, de vijfde boog is te zien. Ja. En de vijfde boog is ook nog te beleven. Ja, dat is allemaal cool. Kom op.